Met een minimale meerderheid stemde de Arnhemse gemeenteraad voor een lokaal vuurwerkverbod. Vuurwerk mag dit jaar nog wel worden verkocht, maar niet meer afgestoken. Wel komt er een centrale show op de Rijn tussen de bruggen. Het is een traject wat we vorig jaar februari al gestart zijn. We wilden dat onderzoek in de stad plaats laten vinden. Dat heeft plaatsgevonden. Ruim 5.500 positieve deelnemers. En daaruit blijkt gewoon dat driekwart een vorm van overlast ervaart. En 2/3 van de Arnhemmers af wilt van het particuliere vuurwerk. In combinatie met een vuurwerkshow. Ja, en dat heeft het gisteren alle twee gehaald. Dus eigenlijk hebben wij gedaan wat hoort in de democratie. En dat is luisteren naar wat je stad wilt. En dat gaan we verzorgen. Ja, dus je zegt terecht van, hè, nou ja, het lijkt uit het onderzoek dat de Arnhemmers dat ook zo gewild hebben. Wat zijn voor u zelf argumenten? Dus van, nou, we moeten er toch echt wel ook helemaal vanaf van dat vuurwerk. Nou, wat ik een heel belangrijk aspect vond, was eigenlijk als je ieder jaar weer opnieuw met oud en nieuw de meldingen ziet van de hulpdiensten. Dat ze belaagd worden, hoeveel mensen wel weer in het ziekenhuis zijn beland. Wat er allemaal op straat gebeurt, de vervuiling die je zelf ziet. En dan hoor je als je met mensen spreekt dat er ook nog andere kanten aan het verhaal zitten. De luchtvervuiling, dieren die echt in de stress verkeren. Al met al, ik heb het ook altijd afgestoken met veel plezier. Maar je moet jezelf op een gegeven moment afvragen als je ook de cijfertjes ziet. Wat kost het nou aan vernielingen? Wat levert het op? Ja, dan is dit geen onschuldige traditie meer. Maar iets wat je echt in de handen moet laten van de professionals. Nou, het idee is eigenlijk om hier tussen de John Frost en de Nelson Mandela brug aan de Rijn een ponton of iets dergelijks te hebben waar een professionele show plaatsvindt. Ja, die je van heinde en verre eigenlijk kunt zien vanuit de hele stad. Maar waar je ook echt mensen voor kunt trekken naar het centrum toe. In gezamenlijkheid op een verbroederende manier met z'n allen te genieten van het vuurwerk en het nieuwe jaar in te luiden. Woensdag een aantal voorstellen rondom vuurwerk besproken, aangenomen. Ja, minimale meerderheid, maar Arnhem krijgt een lokaal vuurwerkverbod. Dus ja, met een jaarwisseling geen vuurwerk meer afsteken in Arnhem. Ja, dat is wat besloten is inderdaad. En wat ons betreft een idioot plan. Omdat het, heeft de burgemeester ook aangegeven, absoluut niet te handhaven is. We kunnen afgelopen jaren al niet handhaven dat mensen 3 weken voor de jaarwisseling gaan knallen. Waar mensen heel veel last van hebben in de stad. Het illegale vuurwerk is natuurlijk een groot probleem wat niet te handhaven is. Dus nu mogen we het wel verkopen in Arnhem. Maar we mogen het niet afsteken dan. Ja, dat lijkt een beetje een raar punt inderdaad. Hè? Want nou ja, verkoop mag, mensen mogen het hebben, mogen het bij zich hebben. Maar zodra ze aansteken, gaan ze de fout in. Ja, dat klopt. En het is ook voor de... Ik heb vandaag een aantal vuurwerkverkopers gesproken. Heel ingewikkeld voor die mensen. Want ja, die krijgen natuurlijk mensen die komen kopen. Maar in de ene gemeente mag het wel afgestoken worden en in de andere gemeente niet. Dus het is voor hun ook heel ingewikkeld, voor hun ook heel onzeker dat ze nu opeens over een half jaar geen vuurwerk meer af mogen steken. Dus daar, nou ja, daar zijn we als raad ook echt aan voorbij gegaan aan het probleem van die ondernemers die het nu natuurlijk ook al extra moeilijk hebben. Mm-hmm. Dus het is echt een slecht besluit wat mij betreft. Ja, u heeft er over handhaafbaarheid. Ja, dat ja, zou misschien een probleem kunnen zijn. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, je weet nu gewoon, alles wat je hoort en ziet is verboden. Dat maakt het misschien ook weer makkelijker voor de handhavers. Ik denk dat dat onjuist is, want dat was afgelopen jaar ook zo in de 3 weken voor Oud en Nieuw. Mocht het ook niet. En nou ja, je hoort vooral van hondenbezitters, maar ook van mensen met kleine kinderen, mensen die bang zijn voor vuurwerk, dat gewoon al 3 weken en vaak nog eerder echt veel geknald wordt. Dus, en toen mocht het ook niet.